de PAHO, WHO en het Nationaal Immunisatieprogramma NIP hebben vandaag een tweedaagse workshop gesloten. De inhoud van de workshop betrof het analyseren van de prestaties voor 2023, de uitdagingen voor 2024 in de Surinaamse context te beoordelen en activiteiten voor 2025 te plannen, terwijl de ervaringen van de districten met het vaccinatieprogramma werden gedeeld. Richard Kartomo, manager NIP, geeft aan dat alle belanghebbenden voor de gezondheidssector tijdens deze workshop een update krijgen over het vaccinatiegebeuren in het land. Verder in deze seminar of workshop hebben we ook nieuwe ontwikkelingen die we willen uitbreiden naar het veld. We hebben dus ook te maken over de dekkingen van het land met vergeleken met andere landen in het CARICOM. Vanwege het feit dat we ons doel van 25% niet bereiken, is het kans dat er ziektes of outbreak nog plaats kunnen vinden. Ziektes zoals polio of mazelen. Waardoor we dus eigenlijk het veld op de hoogte willen stellen en daarbij ook training willen verzorgen. De training is ook gericht om de vaccinatiedekking te verhogen. We hebben mensen helemaal uit Nikeri in Albina ook laten uitnodigen, zodat het veld goed verzadigd is van de kennis. En de verdere training houdt ook in over de koude keten, over het vaccinatiegebeuren over het hele land, de nieuwe ontwikkelingen. Na zeggen van Kartomo loopt het vaccineren van baby's en kinderen gestaag in Suriname. Hij onderstreept dat de dekking van 95% in 2023 niet is gehaald, dus het kan altijd beter. We zien nog steeds dat er wat, zo noemen we het, wat vaccine hesitancy nog in het veld is. Dit komt ook vanwege het COVID gebeuren. We hebben een hele dal gezien met het vaccinatie gebeuren sinds het COVID. Maar we willen eigenlijk ook weten waarom het probleem eraan ligt. Dus vandaar deze workshop zich plaatsvindt. We hebben dus eigenlijk meer informatie gekregen van het veld. We hebben dus de healthcare workers hier van het hele land. En we zitten dus samen met hun oplossing zien te vinden om een betere vaccinatiedekking te bewerkstelligen. De samenleving kan altijd terecht voor informatie over het vaccineren bij de verschillende polyklinieken en ook bij het NIP, gaf Kartomo nog aan.